maar even Fred, ik droom er nog wel eens van, weet u dat? Dan lig ik heel lang wakker natuurlijk, hè. Het is wie zoveel, we gaan weer even de telefoongesprek. Nou, is acteur, auteur, zanger, entertainer, fotomodel, humorist. Ja, kortom, u weet natuurlijk al lang over wie ik het heb. Wie? Over Guido de Belder. Wie? Guido de Belder! Kiss, kiss me, say a miss. Miss me, give me love with heavenly affection. Oh, hold me close to you. Hold me, see me through with all your heart's protection. Guido de Belder, dames en heren. Ik heb net al verteld wat je allemaal gedaan hebt. We hebben zoveel acteur, regisseur, auteur. Alleen van films is dat. Alleen van films, hè? Ja, ja, ja. En je komt uit België, maar daar horen wij niet van op. Ja, kijk, fantastisch publiek. Echt, fantastisch, hè? Ja, Hollands publiek altijd. Maar vertel even, Guido. Je bent filmacteur, hoe lang al? 20 jaar. 20 jaar filmacteur. En je bent nu gaan zingen. Waarom ben je gaan zingen? Wel, waarom ben je in godsnaam gaan zingen? Jij doet zoals mijn moeder. Waarom ben je gaan zingen? Was daar vraag naar? Nee, ik heb over 30 jaar in nightclubs opgetreden. Dus in stilte hier en daar zo. In stilte? Dat is me niet goed meegevallen. Nee. En wat heb je dan gedaan? Nou, gestopt. Gestopt. En dan had ik dus... Gefeliciteerd met dat besluit. Ja, mijn moeder zal zeggen, Want die vindt het ook? Ja, mijn moeder die heeft ook gezegd aan mijn eerste vrouw... als ze buiten uit de kerk komt, als we getrouwd zijn... Merci aan meisje, zei ze. Oh ja, die was blij dat ze... Nee, ik heb nu shows dus voor de Franse televisie. Ja. Dus voor Claude Chanté, voor Werelddistributie. Zing je daar ook? Ja. Heb je dit ook al in Frankrijk gezongen? Nee, nog niet. Nog niet, oké. En dat zijn drie andere liedjes. Maar waar heb je het wel gezongen, dan, dit lied? Dat heb ik in Tilt gezongen. In België. Oh ja. Dat is mijn hebben ze je daarna nog gebeld? Nee. Ja, ik ben nog twee maal gegaan. Ja, ja, ja.
Nog twee maal. De laatste uitzending, ik zat dan kijken naar de film. Ja, ja. En op het einde van de film was ik al in de studio. Ja. Maar dit is een cd, dit komt op de cd, dit nummer? Nee, dat weet... is de bedoeling toch dat je met dit optreden een doorbraak in Nederland, want we kennen die helemaal niet, we kennen die allemaal, hè? Ja. Want dit vergeten we nooit meer. Ja. En, dan komt dadelijk je cd uit en dan zeggen we, Guido de Melder. Dat zal wel een beetje, nog een beetje duren, want er zijn nog shows te doen. Ja, en je hebt nog veel en werk genoeg. Oh. Poh, hou op alsjeblieft. Ja. De nieuwe Oscar-nominaties die zijn deze week bekend geworden. Ik heb het doorgespit van begin tot eind. Je stond er nog niet bij. Zit er een kans in dat je ooit een Oscar krijgt? Een muisje misschien. Een muisje misschien. Maar ja, misschien val je wel voor het gouden kalf, want hier in Nederland zijn we nu allemaal bekend met je. Guido, heel veel succes met André, je carrière. En met het zingen. Goedemorgen. Maar goedemiddag. Nou, ik zijn een klant. Je bent een klant? Maar dat is interessant. Ja, dan ga je ook patatekus. Hadden ga patatekus. Wat voor patatekus? Gewoon patatekus. Laat maar. Wilde ga patatekus, mijn mooie nazen. Wilde ga patatekjes zonder mooie nazen. Wilde ga patatekjes met de pik van Lily. Wilde ga patatekjes zonder de pik van Lily. Wilde ga patatekjes toffe jongens aan. Wat voor patatekjes? Patatekjes toffe jongens zijn. Dat kan de gaat toch wel? Patatekjes toffe jongens aan. Dat wil de vet. En dan komen wij. En daarom komen wij gaan de hele boel. Allee, doe de rij dan maar een zakje. Nee, ja, maar waar niet. Nee, maar, wat heb jij dan voor patatekus? We hebben allemaal geen patatekus. Oh ja. Dan een goede morgen. Goedemiddag. Patatekus, dames en heren, thuis natuurlijk ook allemaal hartelijk welkom. Ach, eindelijk zitten we op donderdag, hè? Eindelijk zitten we, volgende week zijn we ook op donderdag. Dan is er wel voetbal op de andere kant, maar daar trekken we ons niks van aan. We kijken gewoon weer naar dit net, volgende week. Hè? Ook nu, donderdag, volgende week ook. Gewoon blijven kijken, net niet anders. Het wordt zo gewoond elke donderdag, toch? Is het u ook opgevallen, dat, vooral de laatste tijd, dat vooral met al die nieuwe zenders allemaal, er komt steeds meer seks op de televisie. Jou ook opgevallen? Ja, natuurlijk valt het hem op. Ja. Je kan s'avonds de televisie niet meer aanzetten of er komt wel een voordeelaanbieding van de versmarkt voorbij, weet je wel. Al die leven, die zien allemaal perfect. Niks wat een beetje hangt of een beetje zakt, het is allemaal nog harder dan de kont van Viola, weet je wel. En wat voor seks er allemaal is, daar sta je niet meer stil. Je hebt zoveel verschillende soorten seks. Vroeger had je gewoon van happatee en verder niks. Nee, maar tegenwoordig, het is SM, bondage, in het leer, rubber, met z'n tweeën, met z'n drieën, met de hele straat. Ik hoorde laatst zelfs de nieuwste vorm van seks, glasseks. Nou, en dan is er zelfs nog een stapje verder, maar dat gaat mij te ver, glasseks met een wc-eend. Nou, Jan kijkt dus heel veel naar dat soort programma's over. Ja, kijk, heb je zelf gezegd, je neemt alles op. Ja, ik neem het Jan op. Jan kijkt heel veel, hij is thuis aan het experimenteren met al dat nieuwe gedoe. En zijn seksleven is er enorm op vooruit gegaan, hè, Jan? Ja. Enorm op. Hij moet alleen zijn vrouw nog zo gek zien te krijgen dat ze meedoet, maar voor hem gaat het al. Over Frits Bom gesproken, hè? Oh, had ik het niet over Frits Bom? Oh, nou ja, goed, nou moeten we het er toch over hebben. Frits is pas met vakantie naar Engeland geweest met zijn eigen auto. Ik zeg tegen even, is dat niet moeilijk, dat links rijden? Ben je gek? Dat doe ik hier ook altijd. Weet je, typisch Frits, omdat je hier dus niet links mag rijden. Je mag hier dus niet links rijden. En Frits die zegt tegen mij, hij zegt, ik doe het hier ook altijd. Dus kijk, in Engeland,
In Engeland rijden ze allemaal links, hè? Dus ik vroeg dus aan Frits, omdat ze in Engeland rijden ze allemaal links, hè? Dus ik zeg tegen Frits, is dat niet moeilijk, dat links rijden? En toen zei Frits, ben je gek? Dat doe ik hier ook altijd. Daar hebben we nou zo, hebben we zo vreselijk om gelachen met z'n allen, hè? Begrijp je dat nou? Maar Frits houdt van lekker eten, hè? Frits is zo gek op lekker eten. Hij heeft wel inktvis. Hij is gek op inktvis. Dat heeft hij in Spanje. Hij komt ook wel eens in Spanje. Daar rijden ze rechts, maar daar komt hij ook. In Spanje heeft hij inktvis leren eten. Maar je kan het hier moeilijk vangen natuurlijk. Is hij toch gaan proberen met zijn hengel op de pier van IJmuiden. Ik zeg, en heb je nog inktvis gevangen? Zegt hij, nee, wel een balpen van een kilo. Staat hij aan? Ik ben van de week ook nog even actueel, even bij Joop Braakhekken wezen eten. Oh. Is eigenlijk al genoeg, hè? Dus ik ben bij Joop Braakhekken wezen eten, maar ik had voor de zekerheid had ik een Volendammer broek aan gedaan. Ja, maar je weet het nooit, maar Joop is gauw al gebrand, hè? Dus ik zeg tegen Joop, ik zeg, heb je nog wat lekkers? Zet hij nou, het hoofdgerecht van vanavond is gebakken jongbloed. Gebakken jongbloed! Maar het is allemaal gedoe om niks natuurlijk allemaal, hè. Zo flauwekul. Ze gaan het weer goed maken, Joop en Jaap. Ze gaan het uitpraten. Ze hebben afgesproken in een Turks bad. Nou, dus... Dames en heren, u heeft hem vast allemaal al gezien. En gehoord. De duivellokker van Trafalgar Square. De Dam kun je ook zeggen. De nooit gevonden schat van Urk. En het kievisei van Twente. De schrik van Doetinchem. Dames en heren, mijn vriend Jan Rietman. Nou, het wordt vanavond weer een hele leuke show. En later gaan, jawel, in Engeland rijden ze links. Rijden ze echt links? Ja, zeker. Dat wordt heel leuk. Later verderop hebben we Wijdbeens Report weer natuurlijk. We hebben nieuwe dierenkunstjes, de Animal Tricks. En we hebben natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van de Internationale Buurtsuper. Maar eerst zijn we weer bij Gerard van Bezee, thuis bij. Thuis bij. U denkt, wat doe ik geheimzinnig? Maar we gaan namelijk een bezoek brengen thuis bij. Bij Appie Baantjes. Thuis bij met Gerard van Bezee. En ik doe de handschoenen aan in verband met de vingerafdrukken. Het is natuurlijk een politieman, dus die kijkt naderhand alles na wat er weg is. En ik wil geen enkel risico nemen. Ik begin dan met de deurbel. Dat kan ik niet aangebeld hebben. Begrijp je? Tot de volgende. Meneer Baantjes. Ja, ben ik. Gerard van Bezee. Hoe maakt u het? Binnen, Gerard. Van thuis bij u. U wist dat wij kwamen, toch? Hè? Ja, maar ik zat op je te wachten. Oh, gelukkig, ja. Ik heb de handschoenen aangedaan in verband met de vingerafdrukken. Ja. Oh. Anders dan ben ik natuurlijk strafbaar overal. Ik heb een plan om een misdrijf te plegen hier. Nee, maar je weet maar nooit met u. Ik heb zulke gekke dingen gelezen over u. Dat, ja. U bent er heel secuur op, hè? Wat minste geringste en dan denk je van er is niks aan de hand. Maar op pagina 80 ben je toch ineens de lul. Nee, maar, zo is het. Hè? Ach, dus hier woont u allemaal. Nee, woon ik wel. Maar u hebt lekkere muziek op staan. Ja, zal ik het even uit? Ja, iets is achter, want dan kunnen we het. Ja, perfecto. Ach, dus hier woont u. Dat is mevrouw Baantje? Ja, dat is dit paard. Mag ik u ook een hand? Ik kan u een hand geven. Ik heb een verband met de vingerafdrukken, heb ik deze. Fijn dat u. Dan ben ik al bijna 50 jaar mee geplaatst. Echt waar? Ben u al 50 jaar bij elkaar? Ja. Hopen dat het ooit tot een oplossing komt, hè? Heb je het al niet gedaan, heeft van u twee? Ik laat er wel altijd een stuk lezen van het boek. Ja, ja. U ja, weet vraag maar. Ik adviezen. Ja. Dus u weet al van tevoren wie er de dader is. En ook wie er... Nee, natuurlijk. We praten nergens over. Ja. Interessant. Goh, u woont niet verkeerd, hè? Nee, mooi, hè? Nee, u woont heel prettig. Ja. Dit is de keuken? Ja. Ach, interessant. Die, ja, nou. De keuken van Appie Baantjes. Daar gebeuren ook allemaal enge dingen natuurlijk, hè. Kom u hier nou, u staat 's morgens vroeg op en dan ligt het hier al bezaaid met lijken? Nee, alleen ik mag alleen een eitje hier bakken.
Oh, hier liggen nooit de lijken. Oh, hier liggen de lijken. Die lijken liggen verderop in mijn werkkamer. Lijken liggen in de werkkamer. Nieuwste titel, het lijk in de werkkamer. Interessant allemaal. Oh, hier heb je ook foto's van Jan Alleman hangen natuurlijk. Waar u allemaal mee op de televisie bent geweest. Oh, u zit hier met, hoe heet zij ook alweer? Met Dikke Tieneke. Met Tieneke, Tieneke de Nooi. Dat was ook gezellig altijd met Tieneke de Nooi. Ja, was graag met Tieneke. Ik ben een paar keer geweest met Tieneke. Ja? Ja, en dan wordt een glaasje wijn met te drinken. En dan krijg je een boekje van, ja, lekker. Een glaasje wijn, een boekje. De mensen, ik heb er veel over gehoord. Gaan we met de werk? Nou, ik vind het goed, ja, dan kijken we even. Want hier, dames en heren, hier gaat het allemaal om natuurlijk. Hier, hier woont u en... Ach. De Siki. Dat is de klok. Ja. Oh, want u bent, behalve dat u dus schrijver bent, ben u ook gek van klokken? Ik ben, ja, ik heb een klokkentik. Oh, wil u erover praten? Waarom heb u zoveel klokken? Ik bedoel, als je op één klok kan zien hoe laat is, is toch genoeg? Nee, dat is, ja, kijk, ik heb... U wil zekerheid, second opinion. Dan gaan we, maken we mee hoe het ontstaat natuurlijk. Kijk, zie je, de klok en... De klok en... De geur, van het rottend hout. Dat wordt het nieuwste boek. Ja, de kok en de geur van het rottend hout. Ja, kijk, en dan gaan we zo gaan. Hoe ver ben u al? Gaan we naar het eerste hoofdstuk toe. Oh ja. Zachtjes wiebelend op de ballen van zijn voeten. De ballen van zijn voeten. Zachtjes wiebelend op de ballen. Stond regisseur. Regisseur is met een S, hoor. Dat geef ik hem eens gewoon. Regisseur, de kok met een al uit dubbel L. Politiebureau. Mag ook moderne taal, maar u schrijft het gewoon. Ik schrijf ouderwetse. Ouderwetse. Ja, en maar u bent nou begonnen, en waar gaat het naartoe? Ja, weet ik bedoel, niet. Maar je bent er tot nu toe altijd uitgekomen. Nee, nog steeds. Want we praten natuurlijk niet over één of twee of drie boekjes. Nee, we hebben het hier. Ritse, nou, er staan er hier ritse. Wat, hè? Je hebt, hoeveel hebben die hier staan? Meer dan 50 heb ik in, hè? Hier, dit is het hele gebeuren. En zijn het allemaal verschillende? Ja, natuurlijk zijn het verschillende. Ja, in een boekenwinkel heb je ook vaak dat er een paar dezelfde staan. Ja, maar ik heb geen boekenzaakje. Oh. Kijk, hier ben ik zo trots op. Wat is het? In het Chinees. Wie? De kop. Appie Baantje? Appie Baantje. Kijk, AC. Ach, kom. En Baantje. Nou gaan we natuurlijk, dat geloof ik natuurlijk niet. Kijk er dan. Potverdomme, hier staat hij. Zachtjes wiebelend op de ballen van zijn voet. Zijn regisseur, het staat. Kun je dat lezen? Kun je dat lezen? Nou, ik heb een buurvrouw die kookt veel Chinees. Dus die heeft een Chinese kookboek. Daar heb jij het uit. Nou, de ballen van je voet worden vaak gebruikt in Chinese kookboeken. Oh, ja? Maar dit is pas uitgekomen in het Chinees. Dat is pas uitgekomen. Kijk, dan heb ik nog een hobby. Kijk. Vertel. Muziek. Dat is dat mooie. Wat is het? Een trein. Ah, een trein. Ja, ja. Die heb je zo leuk. In de huiskamer staat, daar doe je niks mee natuurlijk. Ja, met het ding. Ja, ik ga ook met zo'n ding. Ja. Ik heb zo'n buiten. Is het buiten ook rijden, ja. In de tuin, hè. Beetje kinderachtig altijd gebleven. Altijd een beetje, we gaan maar treintje spelen. Ja, maar het is wel een flinke trein. Ja, maar je moet het kind in jezelf nooit laten sterven natuurlijk. Heb je er veel trein? 1, 2. Nou, heel erg iets. Ach. Zullen we gaan kijken? Nou, dat vind ik wel. Maar wie bestuurt hem nou? Dat doet ze zelf, hè? Er zit een mannetje in die dat bestuurt, zo, hè? Echt waar? Nee. Die weten precies wat ze moeten doen, hè? Kijk maar, anders... Die weet wat die moet gaan doen? Ja, die weet, kijk maar, hup. En dan blijft hij lekker stoppen op mij. Dan wacht hij even goed. Het is slim bedacht allemaal. Heb je dat zelf allemaal ontvangen? Allemaal kopie, jongen. Dat je nog tijd voor die boeken hebt, hè? Oh, dat... En daar ben je zomers de hele zomer mee bezig? Nee, niet de hele zomer. Kijk, als ik nou een momentje heb in het schrijven dat ik het niet meer leuk vind te schrijven, dan zeg ik, ik ga naar buiten en ga spelen met het treintje. Dat is interessant, hè? Nou, ik heb nog nooit zoveel dingen met elkaar gezien. Ik ga dit allemaal rustig verwerken. Ja? Boek, hoeveel komt nu uit? De 53ste. 53ste boek al? Ja. Nou, hopen dat dit wel een beetje verkocht wordt. Niet alleen in China, maar dat ze het ook in Nederland willen hebben. Want dat is eigenlijk natuurlijk waar je altijd van droomt. Dat het in Nederland ooit verkocht wordt. En dat er ooit, nou, en dan praten we heel gek, dat er ooit nog eens een televisieserie van gemaakt wordt. Dat kan kunnen, jongen. Maar ja, zo lopen we niet helemaal achter in Nederland natuurlijk. Ze willen wel kwaliteit hebben natuurlijk, hè. Dus, waar gaan we nou heen? Ik ga afscheid nemen, want we hebben nog meer dan zoek. Ja, natuurlijk. Ga je even mevrouw even vragen hoe het afloopt met die roman? Dat is een goed idee. Dan vragen we nog even aan je vrouw hoe deel 53 afloopt. Ja. Want dat willen we allemaal eens ongelooflijk wat hier allemaal. Krijg, 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 krijg. Ah,
mevrouw Baaiers. Ik heb het net even doorgenomen. Het verhaal dat begint met de ballen van de kok die op zijn voet staat te wiebelen. En nou, het is bijna afgelopen. Ik zeg net, dus op een gegeven moment, dan geeft Appie geeft een hele zootje aan u en u gaat het oplossen. Hij maakt er een zootje van en u gaat het oplossen. En ik mag het oplossen. Ja, dus we zijn vreselijk benieuwd. Heeft u al een oplossing? Zeker, natuurlijk. De butler heb het gedaan. Zo is het. Het is altijd de butler. Het is altijd toch weer. Hè? Het is altijd, het loopt altijd. Eigenlijk als je één deel gelezen hebt, heb je ze allemaal gelezen. Het is altijd de butler die het weer gedaan heeft. Nou, we gaan er weer vandoor natuurlijk. We wachten op deel 53. Je bent net binnen. Ja, maar we moeten nog. We hebben zoveel. Het is een gek. Het is televisie, hè? Dus continu ben je bezig. Hè? Ik hoop niet. We hebben geen vingerdruk afgelaten. Dus hartelijk dank nogmaals. Succes met deel 53. Dit wordt weer thuis bij met Gerard van Berzij. Dag Rap, dag mevrouw Baaiers. Ontzettend. Ach, hoor die muziek weer. Boom, 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 toets. Goedendag. Mon client français. Voulez-vous français? Moi? Oui. A little. Du vin. Du vin. Quelle faux vin? Quelle faux vin? Normale vin. Vin blanc. Vin rouge. Vin migraine. Vin Willekeburg. Quelle vin? Vin Willekeburg. Oui, c'est nouveau, hein? Komt van Château de Mireille Bocoy. Nou, wie formidabele, doet u die dan maar? Pas possible. Super. Pas de vin, fini. Ah, pas de vin. Merci, beaucoup, bonjour. Bonsoir. Ja, u zou wel denken, waar zijn we nou weer? Maar we zijn hier in Rotterdam en bij een van mijn grote idolen, mag ik wel zeggen. We gaan even thuis bij Sjaak Herp van Manuela. Dat weet u natuurlijk ook nog wel, Manuela. Ik heb ze zien op, dan kan ik even handtekening erop zetten. Waar woont hij? Hij woont hier. Moet ik hier gaan? Hier woont Sjaak. Ik heb gebeld dat we eraan komen, dus hij zal wel thuis wezen natuurlijk. Maar je weet natuurlijk nooit, misschien is hij gevlucht. Pof, daar staat hij. Sjaak Herp. Sjaak, hallo. Van Berzij. Hallo, Van Berzij, Gerard. Van Berzij. Mag ik even binnenkomen? Ja hoor. Het zit namelijk zo. Is Jan de Bouvrier hierbij geweest of is dit helemaal ik eigen... Ik denk het niet. Het is eigen idee. Eigen idee. Ja. Eigen idee. Hij zal wel jaloers zijn. Maar die gordijnen zijn ook wel... Want dat zijn ook eigen idee. Een beetje aan het theater doet dat denken. Oh, hoe bedoel u? Nou, de gordijnen, het materiaal. Oh, ja. Ik vind dat wel mooi. Oh, eigenlijk. Maar wat zit erachter, op labedden? Nou, dat is eigenlijk mijn hele verleden, moet ik eigenlijk wel zeggen, hoor. Is het uw verleden? Kunnen we even kijken naar het verleden van Sjaak Herp? Wilt u dat echt? Nou, ja? daar komen we voor natuurlijk, het verleden van Sjaak Herp. Ja, het bestaat namelijk wel relevant, hoor, mijn verleden. Ja, dat zou wel. Dat moet natuurlijk wel, hè. Want u bent al even bezig, komt hij dan, hè? Ja. Laten we daar. Nou, doe gauw dicht. Ja. Nee, ik wil dat even graag zien natuurlijk. We staan hier in de studio en dat is natuurlijk leuk om te horen, we zijn er toch in de studio, dat u even misschien iets, want u maakt zelf de muziek, hebben wij begrepen. Vind ik zo leuk dat u dat vraagt. Ja. Want men denkt alleen dat ik Manuela zie. Nou. Dat dachten wij, maar dat is dus niet zo, want nee, u bent eigenlijk muzikant. Nee, ik schrijf ook nog liedjes. Muzikant, dus ik wil niet zeggen dat ik nou een Lies ben of zo, die daar even een heerlijk... Lies met Lies? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zag ik ook, want je hebt geen snor. Nee, dat hebben we wel gezien. Maar de melodieën die ik op mijn hoofd heb, die breng ik op keyboard over. En dan naar mijn computer en de teksten, onder andere, ook nog met andere teksten. Er staat een multinational naast me, u kan alles, hè? Kan u misschien even iets laten? Ik zal u toevallig dat u hier zo bent, want ik vind het zo leuk dat ik ben bezig met mijn laatste jubileumsingle. Ik zit namelijk dit jaar 25 jaar in het... Dat is toch toevallig. Hoe vinden we het zo uit, hè, dat u net op dit moment een jubileum... Wat valt het te vieren? 25 jaar. 25 jaar in het vak. Ach. Ja. Is dat alweer 25? Is dit 25 jaar geleden? Wat leuk, heeft u dat bij u? Ja, want ik wil graag een handtekening. Ja, die staat er niet op. Dit was ik wel jong, hoor. Ja, u lijkt er absoluut niet meer op. Maar ik weet dat het staat ernaast. Ja, ik denk dat moet hem zijn. Ja. Maar weet u, is dit 25 jaar geleden? Nee, dit is 24 jaar geleden. Oh. Volgend jaar vieren we dus 25 jaar Manuela. Dat is een knaller geweest, een hit, hè? Ja, hebben we daar nou ook een gouden plaat? Goud en platina. Hebben we die hier? Ja, die heb ik hier aan de muur. De gouden plaat van Manuela. Die hebben we natuurlijk. Trots aan de muur hangen, natuurlijk. Kijk, ja.
Het is wat bescheiden hoekje hier, dat snap je wel. Ik heb natuurlijk niets. Ach, maar hier hangen ze. Dit is dus de gouden, zie ik het zo met licht? Ja, dat is de gouden. En dat is de platina. Ach. Nou, dat hoor je door niet veel, hè? Je kunt je gouden plaat krijgen voor een verkeersongeluk. Dat heb je nog niet gehoord. En dit is ook allemaal gouden plaatje daar. Ja, dat is allemaal, Maar u hebt muziek. Ja, ik zal met mijn liedje, ik ben een jubileumsingle bezig. Ach. En ik hoop nog dat het dit jaar gaat uitkomen. Moet wel snel zijn. Nou, dat hopen wij allemaal. Maar als u het leuk vindt, kan ik u daar een stukje van laten horen. Nou, we hebben het. Nou, even. Nou, we moeten nou even snel. Alsjeblieft. Nou, even snel dan, maar we moeten echt. Alsjeblieft, ik heb hier de tekst, ik zal het zo snel mogelijk. Maar het zijn, hoeveel liedjes staan erop? 14, 18? Nee hoor. Oh. Ik zal het ze. U moet echt even naar de tekst luisteren. Ja, ik luister. Ik ga. U mag hier gaan zitten. Kijk, eerst gaat u op de producerstoel zitten. Dank u wel. Ik weet nog hoe het is begonnen. Ik had een talentjacht gewonnen. De hoofdprijs was een snelle auto. Maar ik had geen rijbewijs. Och jee. Contracten werden mij geboden. Ja. Voor een bepaalde periode verbleef ik in het paradijs. Schitterend, schitterend. Oh, we moeten er echt. Carter schreef toen Manuela. Oh, die Manuela. Een auto-ongeluk, een drama. Nou, maar zeker wat. Het werd goud en zelfs platina. Ja. Het stond weken nummer 1. Ja, maar goed, we moeten nou echt. Het duurde een aantal jaren. Ja. Voordat ik ook moest ervaren. Aan elk succes komt er een eind. Zo is het. Aan alles komt er een eind. Ik mag het refrein nog even laten horen, alsjeblieft. Echt, we moeten. Al jarenlang zing ik mijn lied. Rustig, rustig. Over liefde, scheiding, vreugde en verdriet. Zo is het leven. Dat ik zing voor u, zolang ik kan. Nou, we hebben echt geen tijd te moeten. Mijn levenslied. Oh, ik schrik ervan. Ik dacht levenslang. Levenslied. Al jarenlang zing ik mijn lied. Toe, blijf me trouw. Nou, het kan echt niet, ik moet nu echt. Vergeet me niet. Nee. Ik zing voor u zolang ik kan. Nou, hoeft echt niet. Mijn levenslied. Vind je het niet mooi? Ja, het is erg mooi. Het is erg mooi natuurlijk. Mag ik Gerard zeggen? Ja, maar ik zit een beetje te bederven. Mag ik het tweede is zo mooi. Ja, maar die tekst van het tweede. Ik weet niet of dan hoeven we het refrein niet meer te horen naar mij. Schiet echt waar. Altijd hits te produceren. Wie? Hits het succes te prolongeren. Moeilijk. Vaak gestrest en vol frustratie. Ach, jee. Het is maar net waar je voor kiest. Ja. Wat je vraagt is slechts waardering. Je bent zonder hit notering. Toch ook artiest, niet waar? Zo is het. Ja. Maar goed. Ja, bijna, bijna. Zingen is en blijft mijn leven. Altijd zal ik alles geven. Ja, wel. En als dank klinkt er het applaus van het publiek. Je kent dat wel? Ja, ik ken het. Ja, ik ken het. Zolang ik leef en ademhaal. Okay. Zing ik mijn lied voor u. Voor allemaal. Nog menigmaal. Oh, menigmaal. Bijna. Ja. U had een tekst. Ik ken het, ja, ik ken het allemaal. Maar goed, we gaan er nou echt door. Ja, jammer nou. Al jarenlang zing ik u eens mee. Kunt u het even proberen? Nee. Dat zou ik zo fijn vinden als u met mij mee wil zingen. Met trouw, vreugde en verdriet. Ik zing voor u zolang ik kan. Mijn leven. Dan doe ik de tweede. Oh, dat is wel mooi, ja. Maar ik moet nou echt. Al jarenlang zing ik mijn lied. Toe blijf me trouw. Jawel, ik wil beter. Vergeet me niet. Ik zing mijn lied. Levenslang. Zolang ik kan. En zolang ik kan, levenslied. Levenslied. Mijn levenslied. Mijn levenslied. En nu zijn we er bijna. Het is maar even een stukje instrumentaal. Luister, kan. La la. Ja, mooi. Ja. Allemaal met de computer. Ooit de André Rieu, dat hij het is. Ja, mooi, hè? Ik zing voor u, zolang ik kan. Mijn levenslied. Mijn levenslied. Het is ontzettend schitterend. Ja, het is ontzettend mooi, maar we moeten het echt. Dit zou kunnen worden? Ja, ik denk het zeker, hoor. Ik vond het bijzonder interessant om dit gehoord te hebben. Ik vond het heel erg blij dat we hier waren. Ja. Wat de handtekening. Nou, nee, ik bedoel, ik heb het nou, weet u wat, het aangeboden voor u, hè? Hartelijk bedankt voor de gastvrijheid in ieder geval. Wat dat we hier even mochten komen, zeg. Ja. Dag. 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 Verschrikkelijk, zeg. Heb je nooit gehad van die vader?
Maar vreemd. Nee, wat zei ik? Ja. Ik heb hier nog een aantal. Nou, hoeft echt niet. Nee, we hebben het gehoord. Dank u wel. Oh, het was erg mooi. Het was, ik heb erg genoten. Ja, dank u wel, hè. Dag. Dit was Gerard van Bezijk thuis bij. Wat een aardig. Nou, gezellig. Maar ik ben even die Femina. Het schijnt dat je hier alles gratis kan krijgen. Er moet veel te eten zijn, spullen die je allemaal gratis kan inlaaien. En veel lekkere wijven natuurlijk. Dus dan gaan we nu even naar kijken. Wijdbeens report op de Femina. Zo. Ja, dat laai je maar in, hè? Het is toch de bedoeling? Hij moet allemaal geproefd worden. Ja, je afrekenen? Tuurlijk. Ja? Ja, begrijp ik nog. Doe mij maar twee van die. Twee van die. Twee belegen. Twee belegen, meneer. Ja, je hebt geen extra belegen, hè? Ik heb alleen heerlijk belegen. Heerlijk belegen. Heerlijk belegen. Oké, okay, dank u. Alsjeblieft. Mee. We gaan het proberen. Oké. Okay. Hij gaat minstens 10 jaar mee. Normaal 24. Ik ga het proberen. Ik kom over 10 jaar vertellen hoe die is. Goed. Okay. Het is handig. Die moet het allemaal proberen natuurlijk. Een spelletje Scrabble, of wilt u boetseren, want draaien doet hij altijd. Is toch leuk, hè? Nou, maar het zet hem ook op de tafel, hè? Voor het ontbijt, hè? Ja. Met de ontbijtspulletjes. Het is ook handig, ja. Nou zeker. Leuk, hè? Ik word er een beetje draaien van. Word er een beetje draaien van? Ja, ik neem er 4, want ik heb er diverse natuurlijk. Oké. Okay. Hier zijn ze. Joop. Je weet nooit. Gebruik je het wel? Nou, ik heb ze nog nooit. Ik wil het toch eens proberen. Je hoort er zoveel over, hè? Goed nog, het schijnt heel prettig te zitten. Dus ja? Ik ga het proberen, ja. Meneer, kan het ook zo gaan? Nou, ik in de aanbieding? Kan ik dat door elkaar heen gebruiken? Als u het niet erbij doet, dan is het ook met die plakjes zelf hier. Nou, ik ga het proberen. Ja, beslis doen, zeg ja, heren. Ik heb mijn naam mee. Het is Wijkbeentje. Ja, over fijn. Wat heb je allemaal gejakt dan? Je kan kiezen. Zo is het. Nee, ja, dat is moeilijk, hè? Dus ik ga hier vegen en hier stappen. Stappen? Niet nee, stappen. Ja, ik vegen. Ja. Dat lijkt me over heel ongelukkig. Zo naar binnen. Als je zo binnenkomt, krijg je gelijk een stoel, hè? Zo binnenkomt. Ik probeer een blauwe. Als niks is, dan breng ik weer een beetje voor de eten. Probeer een blauwe. Je moet alles proberen, nietwaar? Oké, dank u. Je voelt er niks aan. Je voelt Oh. Voel je het? Zeg, zet ik je handen? Oh, nee. Wat doe je allemaal? Lekker. Ik wil hem proberen. Ja? En u hoort van mij. Ik ga hem proberen in ieder geval. Oh, die heb ik gelijk. Oké, okay, dank u. Dank je wel. 16 bij meneer. Oké, okay, meneer. Ja, lekker. Oh, maar ben je nog meer bij de Femina, hè? Lekker aan het eind die Femina, hè? Moet je een beetje bewust.
goed. Welke? Waar zijn die voor? Heerlijke kussen. Orthopedisch ook. Ja. Ah, orthopedisch. Geef maar eens een emmertje frietsaus. Een hele emmel? Ja, een emmel. Vooruit. Meneer, het is gewoon te gek voor iedere Rotlandse lekker bij. Ja, ik ga thuis weer proberen. Je moet alles even proberen. Ja, ik probeer het zeker. Dank u wel. Is echt lekker. En dan gaat u nou weer meneer bij het feest. Wat is het? Ja, ik heb het in de rooktrommel zitten. Het zit allemaal in de rooktrommel. Onbegrijpelijk hoor. Ongelooflijk, wat een spullen op die Femina. Het is toch gezelliger dan ik gedacht had. Ik denk, nou, dat wordt niks op die Femina. Dan zie je toch dat het erg meevalt. Zet ik dit vast in de auto, dan heb ik zo weer een schone kar. Wat erg mee. Wat een spullen op die Femina. Oh ja, het is een systeem. Nu heb ik meer gedaan natuurlijk. Ik kan wel zien. Maar bij mij is het een beetje lastig, want ze zijn een beetje klemmen. Oh, maar het blijft wel hangen. Hij moet wel de bovenkant boven. Ja, oh, natuurlijk ja. Oh, waar is het? Nou, hoe staat hij? Ik vind, denk wel, hebben we ook oh, hier in de spiegel. Ja, spiegel. Hoe staat het? Nou, ik vind mij erg goed staan. U wat minder, maar ja. Maar ja? Ja. Ik zou wel weer zo'n hoedje willen hebben. Ach, ik moet zeker, moet ik uw adres, hoe heet het, wie het maakt. Ja. Zou ik graag willen hebben. Ja, wat van, zijn ook weer die bekende liedjes die u altijd zingt? Nou, een heleboel, hè. De wandelclub. De wandelclub. Jo, met de banjo. En Lien met de mandolin. Kaartje met haar mondharmonicaatje. Truitje met haar luidje. En dan moet je een clubje zien. Dol op een man. Dol op een man. En we zijn zo dol op een mandolin. We kunnen opzwemmen. Dit werkt wel, hè. Oh, maar nou heb ik uw jurk aan. Ja. Dat zou ik ook leuk vinden als u eens iets van mij opzet. Dat u ik ook denk een dat het een beetje groot is. Nou, valt dat het erg meevalt. Ja. Ja, u kan u wel hebben, hoor. Ja? U kan erg ik vind erg dat mogen er even uithaast. Het is wel gek dat u veel kan hebben, hè? Kijk, nu ben ik ineens weer Frans. Ongelooflijk. Ik ben zo Chinees en zo ben ik Frans. Och, wat prachtig. We doen het weer uit. Ik ben erg blij dat ik hem een keer aan heb mogen hebben. Wat een feest was dit. Ja? Wat een feest. Ik leg hem hier niet voor u. Ik vind het niet erg. Nee, dat wij niet. Lopen we nog even naar beneden. Kijken we nog even, want u hebt ook naar de Boeddha-beelden kijken. Ja, maar goed, u bent weer terug. Vind je niet, hè? Moet toch beter staan dan hij hier. Staat mij beter, hè? Mijn jurk niet zo even. Dank u. Nou, nog even over de Boeddha-beeldjes. Ja. Want dat zijn het uiteindelijk natuurlijk, hè? Hoe komen u eraan? Is dat allemaal jatwerk? Nee, dat kan maar. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar je krijgt toch niet zo allemaal van die Boeddha-beeldjes? Ja, nee, ik heb ze allemaal gekregen. Dus je mag ze namelijk niet zelf kopen. En ook niet zelf jatten natuurlijk, want dan brengen ze geen geluk. Hoezo? Maar, ze moeten geluk brengen. Oh, je moet echt, Ja, je moet iedere dag over het bolletje en dan zo over het mag duikje. Je ze wel tillen? Want het is inderdaad wel een evenbeeld. Ben u er daarom ook gek op? Is dat u zegt nou, ik kreeg er eentje voor de grap en toen vond ik ze zo leuk. En ze zijn zo vroeg, kijk. Moet je die nemen, die is leuk. Dat is net een broer van me. Kijk, die is ook inderdaad erg leuk, ja. Die vinden ze vast leuk. Kijk eens. Ach, voorzichtig. Dat is toch net mijn broer, dit? Ik vind het erg leuk, ja. Hij is leuk. Zou u ook even zo willen gaan zitten? Dat we een beetje ervoor vergelijken. Misschien dat het leuk... Ik heb een beetje korte zet ik hem er even bij en dan hebben we een leuk vergelijkingmateriaal. Ik heb alleen geen kindertjes dan nu. Nee, maar die komen vanzelf. Ja? Als u maar lang genoeg zo blijft zitten, komen die vanzelf. Oh, ja, dat komt er alleen. Nou, het was in ieder geval ontzettend leuk om even met u gesproken te hebben en de uitleg te hebben gekregen over de beelden. Niet waar? Ja. Ik zou zeggen, bedankt voor alles. Ja, geen dank. En fijn dat, vond het erg leuk dat u... Zal ik hem voor u wegzetten? Ja, u kan zelf niet meer overeind komen waarschijnlijk, hè? Nee. Zet ik hem dan voor u weg, hè? Fijn, bedankt voor alles, hoor. Dag mevrouw Hoeper. Mevrouw Hoeper, aardig mens. Leuk mens. Je zegt zelfs, je moet die dingen niet kopen, je moet ze krijgen. U was geen grap, ik zei. Goedenavond. Gloeiende, dat is zonde. Zonde, zeg. Mevrouw Hoeper, u hebt gelijk. Als je ze niet krijgt, breng eens ongeluk. Zonde, hè. Jammer. Dit was Gerard van Bezij. Goedemiddag. Dit is onze huishamster, Hammy. En die zit bij... Ja, we mogen eigenlijk geen dieren hier op de zaak hebben van Joop. Joop wil die hebben. Maar we hebben een hamster, die hebben dus, zit bij mij op kantoor. Dus dan durf Joop niks te zeggen natuurlijk. Anders loop ik bij hem weg, ga ik zo naar John de Mol toe. En hebben we Hammy op kantoor. En misschien wel leuk om dat even te laten zien. Het is een stukje lopen. Maar als je nu even meeloopt, dan kunnen we even kijken naar Hammy. En Hammy is vooral zo leuk, want die heeft maar één oortje. Ja. Ja, we hebben hem geadopteerd, hebben hem ook genomen. En is toch leuk dat hij natuurlijk met het ene oortje dadelijk ook kan kijken naar die race. Want dan lijkt hij toch een beetje op Nicky Lauda natuurlijk, hè. We gaan nu richting mijn kantoor. Dat is een eentje lopen, maar het is wel leuk om even te zien. Kan u ook gelijk zien waar ik nou
normaal de hele dag doorbreng met de... Oh, dan moeten we wel even door de techniek heen. Hier zit de techniek. Kijk eens, hier let eens allemaal op of, het allemaal, of we goed doorkomen allemaal. Komen we goed door? Ja, oké. Okay. Nou, hier is het zenuwcentrum. Hier gebeurt het allemaal. Kijk eens weer. Kijk, onze regisseur Guus Verstraeten. Je kijkt verkeerde kant. Russie, weet niet welke kant je me kijkt. En dit is Janneke Peper, dames, die hier zitten. Ze zitten er allemaal. Dat zit hier vol. Die letten allemaal op ons. Jonge leerling. Ja. Kom, we gaan gauw verder. En hier zit het geluid. Zie je hem op? Ach, hoor even. Doe je ook wel de muziek vandaag? Dat je er ook op bent. Heel andere plaatjes hier te draaien. Let helemaal niet op. Nou, hier komen we dan richting kantoren. Hier links zit de kantine. Hier zitten we allemaal te nassen overdag. Mooi, hè, daar, hè? En hier rechtsaf, langs de toiletten, komen we via de kantoren. Waar ook de andere mensen natuurlijk de programma's maken. Hier zitten de belangrijke jongens allemaal. Kijk, je kan het hier zien. Hier, kijk even, zie je. Zeggen met bloemen. Ach, kijk hier, Ron Brandstede. Ron Brandstede. Hij is er niet. Kijk even, hier zit hij normaal. Ron Brandstede. Ron Brandstede. En hier zo. Hebben we Rolf. Rolf Wouters. Heeft hier zijn kantoor. Kijk even. Netjes opgeruimd, hè. Weinig te doen, Rolf. Hier zo. Hart Breekhout. Reinhard Oelemans. Reinhard Oelemans. Wauw! Nou, het is voor de eerste keer dat er geen wijf hierin zit. Altijd het niveau. Hier, zit, hier zijn we dus. En hier zitten ook nog wel meer belangrijke personen. Kijk, hier zo. Hier zo. Even, magisch moment hier. Hier zit Ursel de Geer. Misschien, ik weet niet of die er is, hoor. Even binnenkijken. Kom maar. Vindt hij prettig om daar te zitten. Maar hier zo, aan deze kant, hier zitten wij dus, hè. De uitvoerend producent, Wim Dreugen, kijk. Helemaal ingericht door IKEA. En hier hebben we... Kijk, dit is mijn kantoor. Kijk, zie je, hier zit de hele ploeg. Onze hele productieploeg. En hier zitten wij. Kijk, hier zit Hammy ook. Hey, kijk, hij komt net naar buiten. Hier. Kijk, hier zo. Hammy, we hebben televisie. Hier zo. Loop eens door. Televisie. TV. Kan je hem zien? Leuk, hè, dat je hem zo... Je bent op de televisie. Kom er even uit. Kijk, dan gaat hij terug door zijn buizensysteem. We hebben een heel buizensysteem aangelegd. Daar gaat hij. Geinig, hè? En dan loopt hij zo van de ene kant naar de andere kant. Want ik zit hier met de andere redactie natuurlijk. En hij heeft hier ook zijn trekmolentje. En hier holt hij de hele dag in. Geinig, hè? Hij is nou onderweg. We kunnen hem nou niet zien, geloof ik, hè? En dan komt hij daar aan de andere kant er weer uit. Kun je hem zien? Helemaal het einde. Heb je hem in beeld? Ja. Nou ja, goed, dat is Harry. En dan zie je ook gelijk waar wij dus zitten. Waar wij dus de hele dag doorbrengen, hè? Goed, hebben we dat gezien? Ga hem nou weer naar beneden, maar is weer een heel eind lopen. Als we nou zo doen... dat u intussen even naar de reclametjes kijkt, weet je wel, die korte filmpjes die we achter elkaar geplakt hebben. Dan hol ik naar beneden en dan komen we elkaar gelijk de tijd weer tegen. Als de reclames afgelopen zijn, ben ik weer beneden op de vloer. Oké? Ja, daar zijn we weer, bij het Bezig Report. Deze keer gaan wij op bezoek bij de surprise-staller van Henny Huisman. Dus je kan wel nagaan. Verboden toegang. Bij overtreding wordt men verbouwd tot balgaak. Dat vind ik niet meer die Huisman, hè? He? Ook wel gastvrij, hè? Maar wij laten ons niet kennen, we gaan gewoon naar binnen. Bij het Bezig Report komt overal. Ik zit hier op het André van Duinplein. Het zit niet erg prettig, dus ik ga... Ah, daar ben u al. Nou, dat heb u snel gedaan. We staan hier namelijk op het André van Duinplein. Kijk, ik kan het hier even laten zien. Hier hangt zijn bordje. André van Duin, hebben een eigen plein. Geinig voor die gozer. Maar het gaat dus over dat we hier dus even zijn op bezoek bij Henny Huisman... voor de opening van de stallen hier. En nou gaan we zo meteen gaan we even praten met de paarden in de stal. Oh, het last van de fontein. Gaan we even praten met de paarden in de stallen... of die Henny Huisman nou inderdaad zo aardig is voor die beesten... als dat hij zelf altijd beweert. Oh, even naar het toilet. Lekker. Gek van zo'n fontein. Ik kan niet tegen een fonteintje. Wij zijn van Wijdbeens Report. Oh, nee, en ja, nee, het is... Maar het is het, hallo, kan u even hier komen? Dan kunnen, hallo. Gaat u even? Nee, ik wil niks met u te maken. Ja, maar dan vragen we het. Oh, u wel. Goedemiddag, wij zijn van Wijdbeens Report. En omdat wij altijd die verhalen horen van Henny Huisman... Henny Huisman? Ja, nou, die oplicht. Ja, die, nou, ja, die schenk, ja. Nou, vreselijke man. Nou, dat weet ik niet natuurlijk. Dat zegt u. Ja, maar komen we informeren op. Of het, inderdaad, of die altijd zo van, nou, we moeten gauw naar huis in mijn paardje zo. Paardje zus, paardje zo. Nou, die in die huis, maar die zeker niet. Zijn vrouw wel, zijn vrouw verzorgt ons, maar hij helemaal niet.
Maar hij komt nooit hier in de stal. We kennen hem niet eens. Dag meneer, zeg ik tegen hem. Ik ken hem niet, ik weet niet wie. Die indruk hadden wij al. Hadden wij al. Dat is nogal helemaal niks. Dank u wel. Juridisch staat u heel sterk met dit verhaal. Ja, denk u. Ach, dus een zaak van komt. Als wordt, ja, natuurlijk. Ik heb het katuif voor u. Nou, hoor je toch even andere mensen. Kijk hoe hongerig die paarden zijn. Ze vreten zelf. Het jasje eten ze nu even. Kun je nagaan hoe hongerig ze krijgen geen eten. Dat zegt hij net ook. En geen water. Heel erg. Toch oude kleding moet eten, dat het zo erg met je. Juridisch staat u heel sterk. Dat dacht ik al. U ook, zeker. U ook, ja, zeker. Kijk, dit is interessant. Hier staat er nou bijvoorbeeld één. Die staat bij dat hooi. Kijk of het persoonlijke test is natuurlijk nooit weg. Wij zijn van de, er komt even testen hier, zo wat u nou te eten krijgt. Wat testen. Het voelt al niet vers aan. Nee, natuurlijk niet. Het is ook niet vers. Het is rotzooi. Oude zooi. Oude zooi. Oude zooi. Ja, ik schijt er zelfs op. Oh ja, ik schijt er zelfs op. Elke dag deze oude. Elke dag die oude troep. Ja, elke dag. Nooit vers. Nooit vers. Dat is die ene huisman, ja. Zo zie je maar. Vreselijke man. Oh, ik moet nu weg, jongens. Hè. Ik moet naar mijn paardje. Mijn paardje moet eten hebben, hoor je altijd in Aalst meer. Ik hoor niet anders van hem. Nou spreek je die paarden zelf. Dan komt de waarheid op boven water wel, hè. Hallo, doorlopen. Zo ver mogelijk doorlopen. Ja, zo. Loop eens door allemaal. Ja, toch zo'n hekel aan op zo'n receptie en dan moet je handjes geven en het duurt allemaal, hè. Oh, het duurt allemaal. Ga eens weg, jongens. Even. Hallo. Hartelijk gefeliciteerd. Ook van harte gefeliciteerd. Heel fijn. Ja. Ik heb net met de paarden ook gesproken en die vinden u ook allemaal erg aardig. Ze zijn wel aardig, ja, maar we doen ook erg ons best. Ja, maar ze zijn, waren gek met u, alle twee, zei ze. Oh, ja. Wat hebben wij een leuke paard. Het is wel een hele verzorging, maar... Ja, u verzorgt ze goed ook, ja. Die paarden. Dat moet ik wel. Je moet, als je eraan begint, ja, met beesten, moet je het gewoon goed doen. Moet je het goed doen, want anders moet je niet aan beginnen. Luisteren, juridisch, luisteren. Oké, dankjewel, hè. Goed. We hebben genoeg zo, hè. Oké. Okay. Perfect. Hallo, gezellig ook hier, hè? Is dit voor de gasten allemaal? De paarden krijgen daar niks van. Die krijgen niks. Het is alleen de gasten. Alleen de gasten krijgen. Mag ik even vragen? Gaat dit ook naar de paarden toe? Gaat niet naar de paarden, krijgen daar niks van. Zie je, paarden krijgen daar niks van. Je hoort het nou zelf. Ongelofelijke schande. Iedereen krijgt hier te eten. Die paarden krijgen geen pestenvrees. Dus ze staan allemaal hier de mik vol te douwen. Sorry. Hiernaast hebben ze geen eten. Nee, het is voor hiernaast. Kom terug, de schaal komt terug. Ah, jongens, kijk even wat ik geregeld heb. Kom hier. Party, aan tafel. Kom maar. Ja, wat heb je geregeld? Oh, dat is... Oh, dat is... Er is voor iedereen. Op dat ziet is de huisbank. Neem gerust. Er is van alles water. Ik kan gerust nemen. Niet verwacht. Kijk, dat is lekker. Dat vinden ze lekker. Het is gratis. Lekker, hè? Hoi! Ja, vind ik ook. Neem gerust, hoor. Wat zijn ze blij. Schijnt nu een hele zwarte handel op gang gekomen te zijn. Kijk, ik heb hier zo bijvoorbeeld... Dit is van die hete handel. Maar dit is nog heilig, want wat ik hier heb, daar kan je voor de bak in draaien. Heel veel lachen in hoor. Het mag niet meer. Dit mag niet meer. Mag niet meer. Katharine Keil, die woont ook in Amsterdam, dus die mag ook niet meer voor de ramen zitten. Mag niet meer. Ja, ze mag wel voor de raam zitten, maar ze moet de gordijnen dicht doen, weet je wel. Het is te aanstotend. Wie ik laatst ook tegenkwam hier in de gangen, want je komt hier in de studio, kom je iedereen tegen, niet alleen Joop, maar je komt iedereen tegen. Rob Fruithoffer bijvoorbeeld, weet je wel, van die van Wakku Wakku. Wakku Wakku. Rob, die kwam ik hier tegen. Wakku Wakku. Dus een titel die is verzonnen door een Surinaams rajonhoofd van de Elfstedentocht. Daar hebben ze al gevraagd, hoe is het ijs? En toen zei hij, Wakku Wakku. Maar goed, maar die Rob Fruithoffer, die had een papa, die loopt hier door de gang en die had een papegaai op zijn schouder. Die gaan met alle handen dieren om, hè. Dus ik vraag, ik zeg, praat hij al? Toen zit die papegaai, dan weet hij niet, want ik heb hem net. Die papegaai zit er ook. Dames en heren, u heeft een vast...
daarnaast al gezien en gehoord. De man die binnenkort verwijderd wordt uit de Amsterdamse binnenstad. Mogelijk de opvolger is van Edwin Rutte. Het lentevee van het oosten. De schrik van Doetinchem, dames en heren. Hij zit daar, Jan Rietman. Even weer de ezelgroet, even weer voor Tessel. Vanavond hebben we weer een hele leuke show. Oh ja? Ja. Ja, straks dan trekt Jan Wijbeens weer voorbij, met Wijbeens Report natuurlijk. We hebben nieuwe dierenkunstjes, animal tricks, tricks. En straks hebben we ook weer een nieuwe aflevering van de Internationale Buurtsuper. Maar eerst is hier weer Gerard van Bezij en Thuis Bij. Thuis Bij, thuis bij de mensen. Nou, je hoort het wel, hoe de gezelligheid hier binnen natuurlijk tekeer gaat. U denkt natuurlijk dat wij zijn in Oostenrijk of zo, Zwitserland. Nou, zover zijn we niet gegaan met Gerard van Bezij Thuis Bij. Wij staan hier in het plaatsje ergens in België, bij de Alphoorn. U hoort wel binnen hoe gezellig het hier kan zijn. Dus we gaan gauw kijken. Maar we gaan namelijk op Thuis bij de Alpenzusjes. Die zijn hier bezig. En dit is de... Dit is de zaak waar ze altijd optreden, dus daar zijn ze nu aan het repeteren. Het is nog vroeg, we vallen midden in de repetitie. Dus ik kan wel nagaan of het gezellig is. Kijk even. Dit is gezellig. Dit is nou al gezellig, hè? Ik hou van de kruis. Het is neer van de kruis. Maar jij blijft steeds maar thuis. Wat gebeurt er allemaal? Dat is wel erg gezellig dit, hè? Midden in de repetitie zitten we, dus je kan wel nagaan. Wil je lekker feesten? Kom dan maar bij mij en Hans maar mee. Hoi! Op de Hans is feesten, doe maar net als ik en Hans maar mee. Wil je wat beleven? Pak dan maar vast en zeg niet nee. Ga je mee, ga je mee, of ik zeg dan mee. Hoi! Leuk dat jullie zo bezig zijn. Hallo, hoe is het ermee? Alles goed? Prima. Gerard van Bezij van Thuis Bij. U ook, ik ben Gerard van Bezij Thuis Bij. Leuk dat we de Alpenzusjes is, dat jullie er alle vier zijn. We willen even natuurlijk babbelen natuurlijk, want thuis ook. Iedereen is natuurlijk benieuwd hoe het ermee staat natuurlijk. Hè? Dus hoe staat het ermee? Vertel even. Geweldig. Heel erg goed. Dacht ik wel, hè? Ja, heel erg leuk. Hoe lang doen jullie het nou al? 15 jaar. 15 jaar? Ja, 15 jaar. Dat houdt voorlopig nog niet op. Nee. Dat gaat maar door natuurlijk. Ja. Wat wij ons nou allemaal afvragen, en u ook thuis natuurlijk, hoe zijn jullie echte zussen? Nee. Dat zal wel. Nee, we zijn twee grensgevallen. Oh. Ja, ik ben een grensgeval van Nederland naar Aken. Oh. En zij is een grensgeval... Van Nederland naar België. Oh. Ja. Het verhaal ging namelijk dat een van jullie een travestiet zou zijn. Is dat... Nou, ik denk het niet hoor. Nee. Nee. Dacht ik ook niet. Ik heb het daar van dichtbij bekeken. Nee. Ik geloof wel dat dat in orde is. Ja. Jullie treden hier elke avond op met z'n vieren? Nee. We zijn met z'n 1, 2, 3, 4, 5, 6 zijn we. Zes? Ja. En als wij van ons optreden terugkomen... Dat ze achter zelf zien. Oh, ja. Als wij weekends van ons werk terugkomen, dan gaan we Heidi naar huis brengen. Oh. En dan is het hier nog helemaal vol. Word je dan... naar huis gebracht altijd? Ja. Oh, als je problemen hebt, kun je mij altijd bellen. Oh, dat bel ik wel. Als je zegt, ik wil even lekker naar huis gebracht worden, dan kun je mij altijd even bellen natuurlijk. Oh. Ik ben makkelijk in die dingen. Ja. Maar goed, dan wordt zij afgevoerd en dan jij? Dan gaat de buik erin. Dan gaan we hier Wie gaat erin? De buik. Oh, elke avond? Nee, in de weekends. Maar het water begint een beetje in mijn schoen te gaan staan van de druk. Hè? De druk is ook. Misschien lekker als wij van tafel zitten, dan zitten we ook prettiger. Prima, natuurlijk. Ja hoor. Dan kom u er ook even bij zitten. U hoort er ook bij hoor, begrijp ik, hè? Gezellig. Hallo, wie ben u? Hallo. U bent de dorpsgek. Ik ben de manager. Oh, de manager? Ja, ik heb vorm. Wat is het verschil tegenwoordig? Ik heb vorm. Kom even een beetje hier. Dat is een beetje warm. Dan stelt het lekker op natuurlijk. Gezellig, hè? Jullie zaten net aan de maaltijd. Ja. Dat is altijd tijdens repetities. Dan knallen jullie er ook een boterhammetje. U bent de... Jos van de Alphoorn. Ja. De musicmaker hier. Ja. En de vader van het Belgische gedeelte van de Alpenzusjes. Ah,
U bent de vader van ja, haar? Ja. Dat heb u zelf ontworpen? Ja, ja. U hebt haar niet ontworpen? Nee. Zij was er al. Ja, zij was Zij is een gemaakt naar haar voorbeeld. Heeft u geprobeerd? Luister eens, u bent de manager. Dat is een grapje natuurlijk. U bent de manager niet, toch? Ja, ja, echt waar. Ja, dat is echt waar, ja. Ik heb ze ontworpen, ja. Oh. Wat is het? We krijgen een drink. Wie is dit? Dat is mijn moeder. Ach, kom je er even bij zitten. Dat is gezellig. We hebben zo'n hele familie. Dit is zo'n leuke familie onderling, hè. Waarom ben u een Oostenrijkse winkel begonnen in België? Is dat een foute beslissing geweest? Hè? Was het in de aanbieding? Waarom ben u gek van Oostenrijk? Ben u gek van Oostenrijk? Nog nooit geweest. Nee, ben u nog nooit in Oostenrijk geweest? Foute boel natuurlijk, hè. We gaan zo nog even natuurlijk met jullie optreden. Maar wat mij zo leuk leek, omdat ik hoorde dat Jos, jij zingt zelf ook, hè? Ja, ik zing met de plaatjes mee, zaterdags. En ook je zo zing, in de week als met de plaatjes mee. En ik schaatte, heb ik getroffen, als Schützenkönig steht vor dir. Schützenkönig möchte ich einmal sein. Schützenkönig nur für dich allein. Kinder kommen Schuss. Schützenkönig möchte ich einmal sein, Schützenkönig nur für dich. Spielt dann die Musik. Toch 3-4 klanten geraakt, dat is mooi, hè? Je laat ze nou van tevoren afrekenen, die klanten. Ja, zeker. Ja, zeker. Geweldig, geweldig om het even gehoord te hebben. Moet ik het aankondigen? Zal ik even zeggen wat jullie gaan doen? Ah ja, dames en heren, wat gaan jullie doen? We gaan even met z'n allen inhaken en zo naar Oostenrijk. Natuurlijk, met z'n allen, ja. Ja, en dan lekker walsen. Met z'n allen. En dan doen we de skiën doen we aan en dan gaan we lekker skiën. Ja, natuurlijk. Dat is wel leuk, hè? We spelen dat dus af, natuurlijk. Dan speel ik wel even publiek aan, dat is zo ja, dat is ook zo zielig. Omdat het nou, het is middag, het is repetitie natuurlijk, ja, hè? Oké, hier komen dus de Alpenzusjes met op de ski. Ja, op de ski. Op de ski. Ik speel het publiek. Allee! Niet mee om in je eentje een volle zaak te moeten spelen, maar de gezelligheid was er in ieder geval. We waren weer even bij de Alpenzusjes, dit is wat Gerard van me zei, en we waren thuis bij.